Hoewel Martien en Erika Meiland de afgelopen jaren meerdere keren een pension zijn begonnen en uiteindelijk weer zijn gestopt, is Erika van plan om Code Rosé te behouden. Ik zie dit als onze oude dagsvoorziening, vertelt Erika aan Story. Er zal ongetwijfeld een tijd komen dat de realityserie niet meer op televisie te zien is. Dan hebben we toch inkomsten nodig. Martien en ik zijn nu 61 en 59 jaar oud. Bovendien is dit wat we het liefste doen, mensen laten logeren in een heerlijke omgeving. Het is hard werken, maar dit is wel de manier waarop ik de komende jaren mijn dagen wil doorbrengen. Wat we van onze eerdere ondernemingen hebben geleerd, is dat we ons nu alleen richten op het verzorgen van het ontbijt. Dat doen Martien, onze dochter Maxime en ik afwisselend. Het schoonmaken van de kamers en het opmaken van de bedden besteden we nu uit. En we serveren geen diner. Wel zorgen we ervoor dat mensen zich thuis voelen. We hebben bijna 1000 boekingen tot het einde van dit jaar, dus dat is een fijn vooruitzicht. En wat betreft de vergunning, dat komt ook wel goed. Het lijkt alsof dat soort obstakels bij ons horen. We zoeken ze niet op, maar ze gebeuren gewoon. Een ander obstakel in Erika's leven waren haar afspraakjes met Sander van Betten. Ze zegt zelf dat er nooit sprake is geweest van een relatie. Weet je, ik hoef en wil geen andere man. Ik wil niet daten en al helemaal geen relatie. Mijn leven zoals het nu is, is precies zoals ik het wil. Martien is de leukste man ter wereld. Ik heb 2 geweldige dochters en 2 heerlijke kleindochters.